Het college van BMW van Westland heeft het bestaan van de nota verzonnen om de verkoop van een pand aan een islamitische vereniging te voorkomen. Dat blijkt uit documenten die door een beroep op de wet openbaarheid van bestuur openbaar zijn gemaakt. De islamitische vereniging wil in het pand een moskee vestigen. Het gaat om de aankoop van dit pand, de Eendeburgt in Wateringen. De vereniging wil hier graag intrekken omdat het gebouw waar de moskee nu gevestigd is te klein wordt en vol asbest zit. Uit de stukken die openbaar zijn gemaakt blijkt dat de eerste contacten zijn gelegd in 2014. In 2017 wordt toegezegd dat de vereniging het pand mag huren met een optie op koop om zo de buren te laten wennen. Dat wordt door toenmalig wethouder Ouwendijk bevestigd in een mail. Deze toezegging wordt herbevestigd door burgemeester Arends in een gesprek in de zomer van 2020, valt te lezen in de stukken. Verderop staat in hetzelfde stuk onder de kop: verkoopproces verloopt conform onder mandaat, de verkoop van de Eendeburgt betreft een bevoegdheid van het college en de vertegenwoordiging van dergelijke handelingen is belegd bij de burgemeester. De raad heeft in deze geen formele rol bij het aangaan van dergelijke overeenkomsten. Begin vorig jaar lijkt de verkoop rond. De vereniging ontvangt een conceptverkoopcontract. Toch besluit het college afgelopen zomer volledig onverwacht de verkoop terug te draaien. Het college beroept zich op een nota waarin staat dat dit soort gemeentelijke panden openbaar verkocht moeten worden. Maar na het doorspitten van alle via het WOP-verzoek openbaar gemaakte stukken blijkt deze nota helemaal niet te bestaan. Ja, Steffi Taal die heeft zich in deze zaak verdiept. Steffi, het college heeft dus gewoon gelogen. Dat kun je inderdaad wel zeggen. De WOP-documenten, 152 pagina's, die hebben we van voren tot achteren doorgespit. Maar die hele nota is gewoon echt niet te vinden. Wat wel uit die WOP-documenten blijkt, is dat er inderdaad ander beleid is opgesteld ten opzichte van de verkoop van dit soort gemeentelijke panden. Maar dat dit beleid helemaal niet van toepassing is op de verkoop van de Eendeburgt. Sterker nog, in die documenten worden gewoon toezeggingen gedaan aan de islamitische vereniging. En blijkt ook dat de hele verkoop gewoon rechtmatig is. Ja, gisteren werd dit ook in de gemeenteraad besproken. Wat vindt de raad ervan? Ja, de raad, eigenlijk is iedereen het erover eens. Dit kan gewoon niet. Het college is niet eerlijk geweest, verdraait zaken. Er is gisteravond ook een motie ingediend om nog meer stukken openbaar te laten maken. Want eigenlijk zijn er bij de raad nog steeds heel veel vragen. Uit de documenten die er nu liggen is die nota niet naar boven gekomen. Dus de raad heeft zoiets van, ja, wat is dan wel de reden dat opeens die hele verkoop is teruggedraaid? Motie is gisteravond uiteindelijk door de coalitiepartijen toch afgewezen. Zij willen graag het vertrouwen richting het college blijven uitspreken. Ja, en de oppositiepartijen die zijn daar allesbehalve blij mee. Volgende week dinsdag staat een nieuw debat op de agenda wat helemaal over dit onderwerp gaat. En daar zal ook zeker door raadsleden zal het college ter verantwoording geroepen worden. En een van die raadsleden die dat gaat doen is Remmert Keizer. Nou ja, of het nu om de Eendeburgt gaat, voor een islamitische stichting of voor een korfbalvereniging, de raad moet goed geïnformeerd worden. En het blijkt dat we, althans een groot deel van de raad, met name de oppositie, helemaal niet geïnformeerd is. Terwijl de coalitie al in maart vorig jaar wist wat hier speelde. Ja, het gaat over betrouwbaarheid van bestuur. En dit college zou open, transparant besturen. Nou, je ziet wat er van komt. Het blijkt dus dat er daadwerkelijk in de achterkamertjes afspraken zijn gemaakt. En dat vind ik echt schandalig. De ondersysteem moet wat ons betreft bovenkomen. Maar dit is zowat een motie van wantrouwen waard. Zou het kunnen dat het pand toch nog wordt verkocht aan de islamitische vereniging? Dat zou zeker kunnen. Gisteren heeft het college uiteindelijk door alle commotie die ontstaan is het pand van Funda uit de verkoop gehaald. En ze willen dus eerst wachten op dat grote debat van volgende week dinsdag. En ja, wat daar dan vervolgens uit gaat blijken, dat zal ook bepalen hoe dit traject verder gaat. Maar het zou best wel kunnen dat er bijvoorbeeld een groot onderzoek wordt gestart naar wat is nou precies gebeurd en in welk stadium was de verkoop al aan deze islamitische vereniging. En als dan inderdaad blijkt, en volgens mij blijkt dat al uit alle WOP-documenten, dat die verkoop zo goed als rond was, dan zou het heel goed alsnog naar de islamitische vereniging kunnen gaan. Nou, Steffi, bedankt voor je tijd. Blijf het volgen en dan horen we graag wat de volgende stappen zijn.